Ik ben Bianca en welkom bij deze 12 Days Before Christmas. Ik heb een pakket gekregen. Ik doe samen met nog wat andere YouTubers weer een kerstswap. Voor de mensen die mij al wat langer volgen, dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Dit jaar is de groep wat groter geworden en hebben we een iets ander concept gekozen. Dus als je benieuwd bent naar alle swap video's, hou dan vooral de kanalen van De Groentjes in de gaten. Abonneer ook vooral, want alle kanalen zijn leuk. De Groentjes, Jamie Bloem, Vloggen met Ellen, Tineke Talsma, Vloggende 50-plusser. Dat zij dat zo smooth iedere vlog weer er mond uit krijgt. Ik snap het niet, want ik breek altijd mijn bek erover. Helemaal Ronald, Vraag het Suus, Huisje Weltevree en volgens mij heb ik ze dan allemaal. De kanalen link ik uiteraard ook hieronder. En dit is het pakket wat ik heb binnengekregen. En wederom, voor de mensen die al wat langer kijken, dat geeft mij wel een indicatie waar die vandaan komt. Want wij hebben allemaal een swap gekregen. Dus we hebben een lijstje moeten invullen met wie we zijn, met hoeveel we wonen, met wat we graag, wat onze hobby's zijn, wat we graag niet willen, noem maar op, allerlei vragen. En dan kreeg je iemand toegewezen. En deze doos, ik zal hem nog één keer laten zien, komt mij wel heel erg bekend voor. Dit is namelijk de doos die wij vorig jaar hebben gebruikt met de kerstswap. En die is geëindigd bij Ronald. Dus ik denk dat Ronald voor mij heeft mogen shoppen. En dat vind ik stiekem wel heel erg leuk. Dus er zit een envelopje op. Die ga ik er als eerst even van afhalen. Zo, inmiddels is het eventjes later. Want papa kwam binnen om hier even schoon te maken. Dus dat is super lief. En inmiddels ruikt het heel lekker. Maar is het wel uren verder. Want ik heb ook wat video's met mama intussen opgenomen. Maar goed, we waren bij het kaartje gebleven. Die ga ik even voor jullie voorlezen. Hi Bianca, hier is hij dan, de kerstdoos van 2019. Helaas is er één ding nog niet binnen, dus die stuur ik je nog na. Spannend. Het is wat speciaals voor je bullet journal. Oh, maar ik ga nog niet verklappen wat. Liefs Ronald. Nou, we hadden het er net al even over gehad. De doos komt bij Ronald vandaan. Dat is voor mij geen verrassing, omdat het dus dezelfde doos is als de kerstswap vorig jaar. En die eindigde bij hem, dus ja. Het zit enorm in het plastic, dus dat ga ik er eerst even afhalen en dan gaan we hem samen uitpakken. Zo, het heeft even geduurd, maar de doos is open. En volgens mij is het niet specifiek dezelfde doos als vorig jaar, maar wel hetzelfde bakpapier. Ik denk dat dat het eigenlijk meer is. Nou, er zit een beetje opvulmateriaal in, dus dat haal ik er eerst even uit. Zo, dan kunnen we verder. En ik zal je even een sneak peek geven van wat er allemaal in zit. En dat is heel veel, dus laten we gauw beginnen met uitpakken. Het eerste wat ik eruit haal is meteen al mega leuk. En dat is natuurlijk washi tape. Echt, waar ik al dat washi tape ga laten, jongens, ik weet het niet. Maar dit zijn volgens mij heel leuk. De maanden, de dagen en de dagen in letters, zeg maar. Dus de datum en de dagen van de week. Dus ja, heel erg leuk. Echt heel erg leuk. Volgende, dat is deze. Zijn er echt heel veel, jongens. Dus dat wordt een lange video. Gezellig. Just be yourself and have some fun today. Nou, dat gaan we zeker doen. En dit is handcreme. En ik vind het altijd grappig, want handcreme heeft altijd zo'n dop. Daar herken je handcreme altijd aan. Volgende. Dit is zo'n pakketje.
echt, je hebt me nu al verwen je me zo gigantisch. Kijk nou wat leuk. Een camera en allemaal fotootjes en nog een camera en hier een slinger en af. Zo leuk. En dan zit er nog zoveel in. Het is echt ongelooflijk. Ik denk dat ik gigantisch blij ga worden met al deze cadeautjes. Ja hoor. Wat leuk. Een pingwing masker. Ik beloof dat ik het zal filmen als ik hem op heb. Lekker man. Heerlijk. Ik moet er iets sneller doorheen voor mijn gevoel. Dus dat ga ik ook doen. Oh, kijk nou. Dit is dan een schaap. Geweldig. En daar staat ook op, dat zie ik nu pas. Dat staat ook op die andere. Relax en take a selfie. Ik zal het doen, Ronald. En dan ga ik hem naar je sturen, die selfie. Ik beloof het. Ja, dit was natuurlijk wel een beetje te verwachten, hè? Met al mijn bullet journal dingen. Kijk nou, een heel gaaf blok met allemaal leuke papiertjes. Ja, ik word hier wel heel blij van hoor, Ronald. Oh, wauw. Kijk nou eens. Een heel groot pak. Ik ga het papier gewoon op de grond gooien, want anders komt het niet goed. Kijk nou. En hier kan je waarschijnlijk nog zelf fotootjes in doen, maar er zitten nu allemaal hele lieve en leuke quotes in. Ik ben er een beetje stil van, Ronald. Heel mooi. Ja, volgende. En weer hebben we washi tape. Oh. Ik denk dat ik er een kast van Ikea bij moet gaan kopen voor de washi tape die ik heb. Niet normaal. Dit is zwaar. Dus daar ben ik dan ook weer heel nieuwsgierig aan. Volgens mij had ik het beter andersom kunnen uitpakken, want ik zie hier alleen maar pootjes. Kijk, om een vaccinelichtje in te doen. Ook heel erg leuk. En groen. Dus ja, hij is goed in de kleurtjes gebleven hoor, Ronald. Oh, die is misschien trouwens wel leuk om in mijn kerststuk te zetten. In plaats van een kaars. Ga ik straks even uitproberen. En dan komen we bij het laatste pakketje. En eigenlijk dus niet het laatste pakketje. Want hij heeft gezegd dat er nog eentje mist. En dat er dus nog wat aan zit te komen. Dus... daar ben ik dan ook wel heel benieuwd naar. Oh, kijk, dat is lief. Als je dan iets geeft om kaarsjes in te doen, geef je daar ook gewoon kaarsjes bij, natuurlijk. Zo attent. Smell neutralizer. Oh, dat ruikt lekker. Maar waar ruikt het nou naar? Beetje naar... ja, jeetje, moeilijk. Het is geen kerstgeur of zo, helemaal niet. Het is echt een lieflijk geurtje, om het maar zo te noemen. Ja, ik kan er niks anders van maken dan dat het lief ruikt. Heel lekker. Dus dat kan mooi in het kaarsje. En dan is nu de doos hartstikke leeg. Ik ben een beetje stil van de hoeveelheid cadeautjes. Ik vind het echt, oh wauw. Kan ik een favoriet benoemen? Ja, de washi tape natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. En dat blok met al die papiertjes. Maar ook deze. Ja, ik weet niet waarom. Maar op de een of andere manier ben ik er een beetje stil van. Ik vind het heel leuk. En ik ga er foto's in doen, denk ik. Misschien wel foto's van ons...
clubpie. Dat is ook wel leuk. Nou, dit was mijn video van de kerstdoos 2019. Volgens mij gaan we hem zo noemen. Of de kerstswap 2019. Het maakt niet uit hoe we het noemen. Ik heb dit gedaan met, ik ga ze nog één keer noemen, Helema Ronald, die mij super erg verwend heeft. Tineke Talsma heeft meegedaan. Jamie Blom. De Groentjes. Huisje Weltevree. Suzanne van Vraag het Suus. Dan mis ik er nog één. Ellen van Ellen Vlogt heet zij, als ik het goed heb, op YouTube. Maar alle kanalen komen hieronder te staan van degene die hebben meegedaan. Dus hou hun kanalen in de gaten. Abonneer erop, zodat je die video's ook kan zien. Want ik ben ervan overtuigd dat die ook heel erg leuk zijn. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze 12 Days Before Christmas. En ik hoop dat je van de rest van de video's ook geniet. En dat je die ook allemaal gaat kijken. En ik zie jullie weer in een volgende video. Doei doei!